Dag, dit is het TV West Nieuws van dinsdag 28 januari en ik ben Renate Sonneveld. Het actiecomité Herstel van Vertrouwen heeft 48 klachten over de politieeenheid Den Haag naar de Nationale Ombudsman gestuurd. Volgens het comité is onder andere een jongen die geboeid op de grond lag geschopt door een agent. En ook zouden mensen mishandeld zijn bij verschillende invallen van de politie. De meeste klachten komen uit de Haagse Schilderswijk. De meeste klachten zijn afkomstig uit de Schilderswijk, Transvaal en Laak. Het gaat om verschillende soorten klachten. Het gaat om geweld, ernstig geweld, discriminatie en intimidatie door de politie. Het comité verzamelde de klachten en is verontrust. Ja, we zijn geschrokken, met name door de mate van geweld die er is toegepast bij bijna alle slachtoffers die wij gesproken hebben. De politie treedt de laatste jaren hard op tegen de criminele jeugdbendes in de Haagse wijken. En Jasmina Haifi is daar niet op tegen. Maar waar het hier om gaat, is een neveneffect daarvan, is dat je een harde aanpak loslaat op de hele wijk. En dan sla je de plank echt mis. Want dan ga je mensen aanpakken die helemaal niets te maken hebben met criminaliteit. Eén ding is duidelijk, de spanning in de wijken tussen de politie en de burgers is groot. Er is gewoon onrust. Wij kanaliseren die onrust. Ons doel is niet om die onrust te vergroten, maar om hem juist te verkleinen. Dat is wat we willen. Daarnaast is er veel kritiek op de afhandeling van de klachten over de politie. Die moet veel toegankelijker, vindt het comité. Wij willen niet een beeld schetsen dat de politie niet deugt. Wij willen alleen aankaarten dat het fout gaat. En dat het niet af en toe fout gaat, maar dat het regelmatig fout gaat. En daar gaat het om. Dat de discussie daarover plaatsvindt. Dat het gemeentebestuur zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat de burgemeester zijn verantwoordelijkheid neemt. De bewoners ook hun verantwoordelijkheid nemen. En de politie. De politie heeft laten weten dat zij de initiatieven van de burgers waarderen. En de deur altijd open staat voor een goed gesprek. Ze hebben al een aantal keer contact gehad met het comité. De ouders van Tristan van der Vlis kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het bloedbad dat hun zoon bijna 3 jaar geleden aanrichtte in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan de Rijn. Dat vindt advocaat Lionel Lalji. Hij gaat de ouders dagvaarden en nog 3 andere partijen. Zaterdag 9 april 2011. In winkelcentrum Ridderhof schiet Tristan van der Vlis met 3 wapens om zich heen. Meer dan 100 kogels worden afgevuurd. 6 mensen komen om en 17 raken gewond voordat Tristan zelfmoord pleegt. Het afgelopen jaar zijn bij de rechtbank getuigen gehoord om te achterhalen of iemand dit had kunnen voorkomen. Advocaat Lalji vertegenwoordigt 20 nabestaanden en slachtoffers die een schadevergoeding willen. Nu de verhoren achter de rug zijn, wordt duidelijk wie de advocaat aansprakelijk wil stellen. Bijvoorbeeld de vader en moeder van Tristan. Ja, ik hoop dat ze verzekerd zijn, want we halen het geld liever bij de verzekeraar dan bij de particulieren. Dat begrijp ik, maar toch het feit dat ze er nu ook nog op aangesproken worden. Ja, goed, oké. Okay. Het recht moet zegevieren. En u moet begrijpen, slachtoffers hebben ook recht op het naar boven halen van de feiten. En daarnaast hebben ze, ja, als een pleister voor het bloeden, hebben ze een beperkte schadevergoeding nodig. Maar ook de staat en de politie kunnen een claim tegemoet zien. Door hun toedoen, CQ nalaten, heeft Tristan van der Vlis een wapenverlof kunnen verkrijgen. Verder is volgens Lalji de werkgever van Tristan nalatig geweest. Met de wetenschap dat zij een geestelijk zieke werknemer hebben die wapens in zijn bezit heeft, had de melding bij de politie moeten worden gedaan. Lalji vertegenwoordigt ondernemers, toevallige passanten, winkelpersoneel. Schadeclaims kunnen daarom oplopen van enkele tienduizenden euro's tot enkele tonnen. In de loop van dit jaar moet daarover meer duidelijk worden. De 77-jarige mevrouw Schouten uit Leiden wordt na 60 jaar huwelijk gedwongen te scheiden van haar man, omdat hij naar een verpleeghuis moet. Haar schoonzoon maakt zich hier zo boos over dat hij hierover een Facebookpagina is begonnen. Tot zijn eigen verbazing bezochten binnen een mum van tijd tienduizenden verontwaardigde mensen zijn pagina. Dan zei je gewoon, je bent nog niet ziek genoeg. Of je bent nog niet zo ziek als het je man is. En daarom mag je dan niet mee. Kobi Schouten wordt na 60 jaar huwelijk gedwongen gescheiden van haar man. De 82-jarige Pieter Schouten. Hij heeft Alzheimer en moet daarom naar een verpleeghuis. Omdat Kobi niet ziek genoeg is, mag ze volgens de wettelijke regels van de AWBZ niet met hem mee. Ondanks dat ze zelf ook zorg nodig heeft. Moet je eerst over de grond heen kruipen van de pijn en dan word je wel opgenomen.
Dan mag je met je man mee als je ook half dood bent. Nou, ik vind het verschrikkelijk dat je zo op elkaar gehaald wordt. Haar familie vond het ook verschrikkelijk toen ze het hoorde. Schoonzoon Jack begon daarom een Facebookpagina om aandacht te vragen voor dit probleem. De pagina Gedwongen uit elkaar na 60 jaar kreeg binnen een dag ruim 45.000 bezoekers. Je merkt gewoon dat dit maatschappelijk leeft en dat heel veel mensen het niet eens zijn met wat ze in Den Haag ons en onze oudere mensen opleggen. De politiek in Den Haag kent de Facebookpagina van Jack inmiddels ook. De SP in de Tweede Kamer laat in een reactie aan Omroep West weten dat zorginstellingen het mogelijk zouden moeten gaan maken dat mensen langer bij elkaar kunnen blijven. Het is gewoon een maatschappelijk probleem en die wil ik in de politiek toch aankaarten en zeggen van jongens, dit kan je niet doen met de mensen die ons hebben grootgebracht, dit land hebben herbouwd na de oorlog en hebben gezorgd dat we een samenleving hebben die er zoals die er nu is. Dat gaat gewoon niet. We zijn toch 60 jaar getrouwd met elkaar. En nu sta ik hier maar alleen. Stil. Hij zat altijd daar in de stoel. Gaan we verder met kort nieuws. De Volvo Ocean Race komt naar Den Haag. De internationale zeilrace om de wereld komt in juni 2015 naar Nederland. Dat meldt de NOS. De race gaat al dit jaar oktober van start in Spanje. Nederland heeft één team dat meedoet, team Brunel met schipper Bouwe Bekking. De race duurt 8 maanden en wordt iedere 3 jaar gehouden. De route gaat zuidwaarts door de Atlantische Oceaan naar het zuidelijkste puntje van Afrika. En van daaruit naar Australië over de Zuidelijke Oceaan. Woensdag is er een persconferentie van de gemeente Den Haag en de Volvo Ocean Race organisatie. En dan worden er meer details bekend. Snow World in Zoetermeer wil de ski-accommodatie Snow Planet in Spaarnwoude overnemen. Met een landelijke dekking hoopt Snow World meer winst te gaan maken. Snow World heeft flinke uitbreidingsplannen. Eerder werd al duidelijk dat de bestaande baan in Zoetermeer wordt verlengd. En ook wil het bedrijf accommodaties openen in Barcelona en Parijs. De politie is op zoek naar getuigen van een aantal autobranden in Zoetermeer. Afgelopen weekend raakten 4 auto's in het centrum en in de wijk Buitenweg zwaar beschadigd door brand. Volgens de politie gaat het om brandstichting. Naast de autobranden werden dezelfde nacht nog 2 andere brandjes gemeld. 1 in een flat aan de Florence van Brederodelaan en 1 in een vuilcontainer aan de Jan van Beierenlaan. Of er sprake is van dezelfde dader is niet bekend. Is de ligweide van de Delftse Hout wel of niet geschikt voor naaktrecreatie? Dat is de inzet van de rechtszaak die 23 naturisten vandaag hebben aangespannen. Afgelopen zomer zijn ze samen 43 keer op de bon geslingerd. Ze vechten de boete van €90 aan. De Delftse Hout heeft sinds 1984 naaktrecreatie. Maar vanwege de overlast van een homo-ontmoetingsplek is het sinds april 2013 verboden om naakt rond te lopen. Volgens de naturisten heeft die overlast niets te maken met het naaktstrand. Toch oordeelt de kantonrechter anders. Waar uit de processen verbaal blijkt dat er meer dan 150 mensen, geklede mensen, in de buurt waren, inclusief gezinnen, ben ik van oordeel dat die plek op dat moment ongeschikt was voor naaktrecreatie. Daarmee lijkt nieuwe jurisprudentie een feit. De rechter heeft een criterium genomen, heeft gezegd in die situatie waar veel mensen aanwezig zijn, inclusief kleine kinderen, vind ik die plek niet meer geschikt voor naaktrecreatie. En dat betekent dat ze de overtreding hebben begaan. Raadslid Jan-Peter de Wit van Onafhankelijk Delft heeft geluk, want toen hij uit kleren ging waren er nauwelijks andere badgasten. Toch is hij boos. Als naaktrecreant moet je eerst mensen gaan tellen. Misschien moet je zelfs met lijsten rond hoeveel er zijn. En het gaat dus niet over het overlast wat mensen ervaren, maar het aantal. Peter van der Hel moet wel zijn boetes betalen. Hij is juist blij, want hij wil nu in hoger beroep gaan. Hier is op te zien dat ik een bekeuring krijg. Op een, volgens mij is dit, dit is op een dag dat er 1000 mensen in de Delftse Hout zouden zijn. En die zijn dan in ieder geval niet in gezichtsveld te zien? Niet in mijn gezichtsveld. Ze zullen er dan misschien wel zijn, want ik neem aan dat agenten niet liegen. Ja, blijkbaar hebben mensen hier aanstoot aangenomen. Nee, dat is geen criterium van de rechter geweest. De rechter zegt, er zijn zoveel mensen in de Delftse Hout geweest. Dus is er een kans dat er iemand zich aanstoort. Den Haag-Holland Spoor krijgt een nieuwe entree. De achterkant van het station wordt omgebouwd tot een nieuwe ingang, compleet met stationsplein en ruimte voor 2500 fietsen. De NS, ProRail en de gemeente Den Haag presenteerden de plannen vandaag. Nu ziet Holland Spoor aan de kant van de Haagse Hogeschool er wat somber en donker uit. Maar het moet een florerende tweede entree van het 125 jaar oude station worden.
Dat betekent dat de reizigerstunnel die nu nog doodloopt, wordt doorgetrokken naar de Laakzijde. Daar komt een plein met horeca en winkels. De NS denkt hierdoor meer reizigers te trekken en dat is ook voor Den Haag belangrijk. Want dit moet een moment worden van waar iedereen goed kan overstappen. Van tram, trein en fiets. Een prachtig functionerend groot station in het hart van Den Haag. Ik denk voor het stationsgebied hier, zowel de Laakzijde als de andere kant, echt heel essentieel is. Dat Holland Spoor eindelijk een tweezijdig station wordt. Dat we niet alleen de centrumkant op kunnen, maar ook richting de Haagse Hogeschool, Mondriaan. Want nu moet je eigenlijk steeds met een boogje als het ware vanuit de uitgang die kant op lopen. Als dat voor de voetgangers en voor de reizigers een comfortabeler idee is, dan lijkt me dat goed. Nou, omdat ik het hier altijd wat duister en verlaten vind op de een of andere manier, hoewel het altijd vol is. Ik stap liever zelf bij CS uit. Ik ben niet zo van die Hollands Spoor omgeving. Sommigen maken zich wel zorgen over de overlast die het werk kan gaan geven. Ja, want anders krijg je ook weer heel veel werkzaamheden en dan krijgen studenten natuurlijk weer last met de doorstroming, zeg maar. Maar dat valt volgens de NS wel mee, want het werk gebeurt op een plek waar geen reizigers komen. De werkzaamheden vinden plaats eigenlijk waar het huidige station niet ligt. We bouwen eigenlijk een tweede ingang, ofwel misschien wel een tweede station aan de achterkant erbij. En dat leidt eigenlijk tot relatief weinig overlast. In 2015 starten de werkzaamheden en in 2017 moet het klaar zijn. De kosten zijn 16 miljoen euro en worden door de NS, ProRail en de gemeente Den Haag betaald. Omwonenden van de toekomstige vestiging van IKEA in Leiderdorp zijn bang voor verkeerschaos, net zoals die bij IKEA Delft. Dat werd gisteren duidelijk tijdens een informatiebijeenkomst. Het Zweedse woonwarenhuis liet daar gewijzigde bouwplannen zien. Dat langs de A4 in Leiderdorp een IKEA-vestiging zal komen is al een feit. Dat wil ook de gemeente heel graag. Maar tot ongenoegen van de bewoners wijzigt IKEA de originele plannen uit 2008. Een van de maatregelen is dat we een parkeerlaag willen toevoegen aan de winkel, waardoor de klanten dichter bij de entree en overdekt kunnen parkeren. De aap komt uit de mouw. Uiteindelijk wat er gebouwd wordt is groter dan wat er gebouwd zou gaan worden. Het wordt wel een gebouw van 20 meter hoog en dat is toch een flatgebouw van 6,5 verdieping hoog. Dus een behoorlijk hoog gebouw. Door nu meer onder de winkel te parkeren. Wat een rustige avond zou moeten worden waar IKEA zijn nieuwe bouwplannen presenteert, wordt vooral een bijeenkomst waar bewoners hun bezwaren uiten over de komst van de Zweedse meubelgigant. En als dat ding nog groter wordt, krijgt hij nog meer verkeerseffect. En ik ben benieuwd waar het dan naartoe gaat. Maar ik hoop één ding. Meer parkeergarage betekent ook meer auto's en dus meer files, zeggen de klagers. De wekelijkse verkeerschaos bij de vestiging in Delft is dan ook hun ultieme nachtmerrie. Sinds de A4 verbreed is, sinds de rotondes zijn aangelegd, is de infrastructuur in Leiderdorp en omgeving zo enorm verbeterd dat wat mij betreft eigenlijk geen discussie zou hoeven zijn. De grootste zorg is, hoe komen al die mensen, met name uit Katwijk, Voorhout, Warmond, die komen niet via die grote A4 hier naartoe. Die komen dwars door Leiden en door Leiderdorp hier naartoe. Stopt het hiermee? Of gaan we over 4 jaar en over 8 jaar? De bewoners zijn ook bang dat IKEA in de toekomst zal willen uitbreiden. Zoals dat al is gebeurd bij de 12 andere vestigingen in ons land. We staan hier voor de vraag of Leiderdorp dat dan ook gaat doen. En daarvan zeg ik nu nee. Door de wijzigingen moet nu eerst een nieuwe vergunning worden aangevraagd. De bouw is daarom uitgesteld. Wanneer er nu gebouwd zal worden is nog onduidelijk. Judoka Annika van Emden en surfer Casper Bouwman hebben vorig jaar een zeer goed jaar gehad. En daarom werden ze gisteren op het Haag Sportgala geroemd en geëerd als sportman en sportvrouw van het jaar. De sportman van 2013 is geworden Casper Bouwman. Bouwman wordt dit jaar wereldkampioen en Europees kampioen bij de Formula-klasse windsurfen. Voor zijn sport reist hij de hele wereld over naar mooie, warme, zonnige plekken. Maar hij is in zijn eigen stad nog niet vergeten. Den Haag heeft eigenlijk me altijd heel erg ondersteund, ook in mijn Olympische campagne. En nu met het hele topsportcentrum of het zeilcentrum wat ze hier neerzetten, ja, is het gewoon een hele mooie basis. En zoals als het hier waait op Scheveningen, ja, dan ben ik hier altijd te vinden. Dus ik zou hier ook niet weggaan. De vrouw die gewonnen heeft, is ook die vrouw, is Annika van Emden. De judoka had een goed jaar en pakte op het WK dan ook een bronzen plak. Dat is niet de eerste keer en ook niet de eerste keer dat ze hier op het sportgala is te vinden. Ik ben nu voor de derde keer genomineerd en eindelijk een keer gewonnen. Dus dan wordt een keertje tijd dan, hè? Ja, precies. Dus ik vind het wel heel erg leuk. Ja.
Sportploeg van het jaar is het beachvolleybalduo Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen. Ja, als je als verslaggever iets kleiner bent, dan moet je creatief zijn. En zeker als je dit soort wereldkampioenen bij je hebt die 2 meter 10 is. En jij bent? 1,98 maar. Oh, dat valt al wel weer mee. Er zijn in het leven en in de sport weinig dingen op voorhand zeker. Maar dat jullie de titel sportploeg van het jaar zouden halen, dat stond toch vast? Nee, absoluut niet. Nee, wij waren oprecht zenuwachtig ook. Tenminste, dat vertelde Robert net mij dat hij dat ook was. En het is voor een groot deel ook stemmen uit het publiek. En dat publiek vindt dus dat dit duo de prijs verdient. En ook Lex Schoenmaker van ADO Den Haag verdient er een. Hij krijgt de oeuvreprijs. De West Safari dames Karin Versteeg en Mariette Overdiep zochten gisteren naar een engel en zijn vandaag neergestreken in Tempel. Een buurtschap in Bodegraven met ruim 200 bewoners, 2 straten, wat kwekerijen en andere bedrijven. En Tempel heeft zelfs een heuse burgemeester. Aangekomen in Tempel stoppen we bij de eerste boerderij. En daar zijn ze met iets bijzonders bezig. Wat ben je nou aan het doen? Ik ben aan het enten. Een wilde onderstam. En daar zetten we dus een makke griffel op. En dat gaat dan vergroeien. En dan krijg je weer een nieuwe plant. En wat is nou het nieuws van Tempel? Hier komen bijvoorbeeld ook hele grote vrachtwagens. Die komen de spullen ophalen. Ja goed, en daar hebben een hoop mensen wel eens moeite mee. En een hoop mensen hebben er moeite mee? Dat zijn dan niet de tempeliers? Ja, niet echte tempeliers. Maar ja, tegenwoordig zijn er niet zoveel echte tempeliers meer. Want het zijn allemaal mensen van buitenaf die erin komen wonen. Ja, en die er eigenlijk wel eens ergens aan storen. Maar ja, dat vinden wij, dat hoort niet. Tempeliers of niet? De inwoners van Tempel hebben last van het vrachtverkeer. Eens kijken of er ook leuk nieuws is. Goedemorgen. Lekker bezig? Ja hoor, lekker aan het hobbyen. Dus. Wat is uw nieuws van de Tempel? De burgemeester is jarig. Burgemeester? De burgemeester is jarig. Hebben jullie die? Jazeker. Een echte? Een echte. Lang zal die leven. Wat is dat? Lang zal die leven. Lang zal die leven. In de gloria. In de gloria. In de gloria. Nou, gefeliciteerd. Ja, ja zeker weten. Met. Ja, wij waren op zoek naar het nieuws van de Tempel. Oh. En toen hoorden we dat meneer Burger jarig was. Ja, ja. Ja, nou ja. Dat... Leuk. 10 jaar geleden hebben we hier in de buurt een barbecue opgericht. En er kwam de hele buurt. En toen dachten ze na die barbecue, een feestje. Toen kwam er een op het idee, die moet ook eigenlijk een burgemeester hebben. En ik ben een van de oudste van de tempelinwoners. En toen kwam er maar één stem en die zei, ja, dat moet hij worden. En hoe oud bent u nou eigenlijk geworden? Ja. Mag je nooit vragen, hè? Mag je nooit vragen, maar ik ben wel 82 vandaag. Ja, ja. Goed geconserveerd. Ja. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven lang, hoera, hoera. En dan het weer, Huubmuseum. De komende dagen wordt het niet alleen wat kouder, maar ook droger. En dat is deze maand ook wel eens prettig. Op sommige plaatsen is al meer dan 100 mm neerslag gevallen. Ja, ook regen vandaag en motregen. Vanochtend begon de bewolking alweer toe te nemen. Maar toch is het dan wel aardig om op zo'n dag in een plas met regenwater een foto te maken van een gekleurde paraplu. Op de satellietfoto is ook het weerbeeld te zien boven ons land. Boven het westen de bewolking en de regen en motregen dus. Maar boven het oosten, ja, daar was het opgeklaard. En dan kunnen we ook mooi de sneeuw zien, de gevallen sneeuw, in het noordoosten van het land. Nou, die koudere en drogere lucht, die komt onze kant uit. Vannacht gaan we dat al min of meer merken. Geleidelijk aan wordt het vanavond droger en later vannacht komen er ook opklaringen. De wind uit oost tot zuidoost zal wat gaan afnemen, wordt matig, aan de kust vrij krachtig en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. En morgen een droge dag met zelfs zonnige perioden en bij een matige oostenwind komt de temperatuur dan op 2 of 3 graden uit. Donderdag een vergelijkbaar weerbeeld, droog met wat wolkenvelden, maar ook perioden met zon. En ook dan na lichte vorst in de nacht en ochtend een temperatuur 's middags van 2 of 3 graden. Dankjewel Huub.
Tot zover het TVWest nieuws van dinsdag 28 januari. Meer nieuws is terug te vinden op onze website omroepwest.nl, via de app voor tablet en mobiele telefoon en op 89.3 Radio West. Nog een fijne avond.